Dit jaar werd in de kassen van Paleis Hoesdijk de Nationale Laadjiris tentoonstelling gehouden. Onderdeel van de expositie is een wedstrijd waar jaarlijks ook enkele tuinlieden van het paleis aan meedoen. Vaak met een bijzonder goed resultaat. Ondanks de extreme warmte die tussentijdse verversing van de bloemen noodzakelijk maakte, was het een geurend, kleurrijk en prachtig geheel. Ik sta hier naast een vaas met de Laatris prinses Juliana. Heel bijzonder dit jaar, aangezien het 100 jaar geleden is dat zij geboren is. En nu in haar eigen park staat dus een vaas prinses Juliana. De heer Rechterschot uit Baren heeft deze getild en heeft hiermee de zilveren kan gewonnen. Een prijs voor twee vazen Laatris die het hoogste gewaardeerd zijn op de tentoonstelling. En de prinses Juliana is er daar één van. De Laatris uit zichzelf heeft meerdere uitlopers, dat is hier heel goed te zien. En om te zorgen dat er dus lange stelen komen met de mooie bloemen aan, worden al die uitlopers eruit gehaald. Nou, hier kan ik een hele mooie laten zien. Die wordt eruit gehaald waardoor alle voeding naar de bloemen gaat. Daardoor ontstaan dus hele lange stelen en mooie bloemen. De winnaar krijgt een prijs op het moment dat hij een mooie lange steel heeft, dikke steel, en de bloem afzet. Dat is bijna niet te zien, maar dat de vier bloemen ook even ver uit elkaar staan. Hier kan je dat heel mooi zien. Door te zorgen dat er geen vlekjes op de blaadjes zitten, worden steeds hogere punten weggegeven. Laatris heeft van zichzelf namelijk een armpje, dat is deze, maar als je die erop laat zitten, dan gaat die allemaal in elkaar verwikkeld. Dus ook die wordt er afgehaald en dan wikkelen ze om het touwtje heen. En dan krijg je mooie rechte lange stelen die dan vanaf begin juni gesneden kunnen worden. George Priestley is dit jaar voor het eerst op de tentoonstelling en voor het eerst ook in de verkoop. De beker die erbij staat, de Westra Rodigenprijs, is dit jaar voor het eerst uitgereikt. De heer Westra was een Laatriskweker op het landgoed Rodigen in Huis ter Heide en heeft deze beker geschonken aan de vereniging voor iemand die innoverende nieuwe Laatris teelt en dat met goede kwaliteit. George Priestley is een hele mooie nieuwe toevoeging aan het assortiment. Op het moment dat de plant doorgroeit tot het boveneinde van het rek, daarna worden de planten weggehaald en dan is het seizoen voorbij en dan zijn we in de maand juli. Deze hele oude beker is in 1927, toen de vereniging is ontstaan, de Nederlandse Laatrisvereniging geschonken door de heer Carlé, de oprichter van onze vereniging. Als je tijdens een tentoonstelling in staat bent om 5 fasen op kleur met 1 gemengde fase en daarmee de hoogste punten kan scoren, wordt deze Carlé-beker toegekend. Mevrouw Oelemans heeft dat dit jaar bereikt met deze prachtige bloemen. We hebben net bij een rek met Laatris gestaan die gesneden worden. Maar daarnaast zie je steeds meer hele kleine Laatris die ook in een pot gekweekt kunnen worden. Hier bijvoorbeeld een mooie hele donkere purperachtige kleur. Ook een mooie rood-witte die in de pot gekweekt kan worden. Kan u op uw balkon zetten of als u een kleine tuin heeft op het terras. Ze worden 20 tot 30 centimeter hoog en hebben dezelfde intense lekkere geur als de snijbloemlaatris.
Een van de wedstrijdonderdelen is om een vaas gemengde kleuren te krijgen. En dan moet je 25 stelen hebben die allemaal van dezelfde goede kwaliteit zijn. De heer Rechterschot uit Kuttelstaart heeft hier de mooiste vaas van de tentoonstelling met gemengde bloemen. En u ziet, het zijn diverse kleuren die hier tentoongesteld worden, die allemaal een even lange, dikke steel hebben. Ik heb er eentje uitgehaald, dan kunt u zien hoe dik die steel is en hoe lang die is. En dat 25 keer, zeer bijzonder. Eind juni is de Nationale Latris tentoonstelling. Dan staan de meeste planten in bloei. Dan kunnen we ook volop snijden. Als ze gesneden worden en u zet ze op snijbloemenvoedsel, dan zijn ze een week houdbaar.